Chers collègues, je suis très heureux de vous annoncer que la Berce et Chiesi ont mis leurs forces en commun pour mettre la revalidation pulmonaire sur la carte. Cette initiative s'appelle Mareva Pulmonaire. We creëren een landkaart waar ieder van ons, de zorgverleners, zichzelf op kunnen positioneren, zodanig dat nadien ook je praktijk gemakkelijk lokaliseerbaar is, zodanig dat collega's gemakkelijk naar jou kunnen verwijzen. On pourrait également y retrouver des kinésithérapeutes de première ligne impliqués dans la kinésithérapie respiratoire et la réadaptation respiratoire. Registratie is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar de website mijnlongreva.be en gaat dan in een paar kleine stappen een login aanmaken. Dat kan je doen als zorgprofessional, als kinesitherapeut. Heb je meteen toegang tot alle materiaal rondom longrevalidatie. In de toekomst gaan daar webinars en bijscholingen georganiseerd worden. Er zijn filmpjes, richtlijnen, aankondigingen van belangrijke opleidingen die u helpen uw praktijk verder uit te bouwen en te ondersteunen. Les centres ou les cabinets de réadaptation peuvent être enregistrés par le médecin ou le kinésithérapeute responsable. En als je je wil aanmelden om eigenlijk opgenomen te worden in de interactieve kaart, is het natuurlijk belangrijk dat je kunt aantonen dat je een bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie hebt. En is het eigenlijk de verantwoordelijke van de kinépraktijk die gevraagd wordt om de registratie te doen. Alors le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est de visiter le site web, de vous inscrire et d'enregistrer votre centre de réadaptation, votre cabinet ou votre pratique de première ligne. Zodanig dat zorgverleners, maar vooral ook onze patiënten, beter geïnformeerd, makkelijker een weg vinden naar de respiratoire revalidatie. Visitez le site web, créez un compte, inscrivez-vous, inscrivez également votre reva pulmonaire sur le site. En laten we samen eigenlijk zorgen dat longrevalidatie op de kaart wordt gezet en dat onze patiënten eigenlijk zo efficiënt mogelijk toegang hebben tot de juiste zorg, want daar draait het allemaal om.